Goed, we gaan weer naar onze live artiest Robert Krakkelstein. Jij me in de steek, jij die nooit van mijn zijde week. Waarom liet je me hier zo staan? Wat heb ik jou dan aan gedaan? Ik ben toch goed voor je geweest. Je was zo zacht steeds en bedeesd. En nu opeens die ruwe daad, daar zijn we toch niet mee gebaat. Wanneer gebeurde het dat jij het idee kreeg weg te gaan bij mij? Was je hier niet op je gemak? Je kon soms kijken of je lak aan alles had wat ik voor je deed. Dan keek je koud en koel en gleed gracieus en wiegend langs mij heen. Wat voelde ik mij dan verdomd alleen? Gelukkig ging dat snel voorbij. Je werd weer lief en zacht voor mij. En toonde me je aanhankelijkheid. Had je soms toch een beetje spijt? Ik bracht wat extra's voor je mee. Wat hadden we het goed dan met z'n twee. Ik streelde zacht je zwarte haar. We vormden een gelukkig paar. Ben ik bij jou niet meer in tel? Is er soms een ander in het spel? Maar shh, wat hoor ik achter het huis? Dat is haar stem, ze komt weer thuis. Ze springt gracieus door het open raam. Goddank, nu zijn we weer tezamen. Ik til haar op, ze spint als wat. Ze is terug, mijn dikke zwarte kat. Maar dat is niet het onderwerp. Goed, dat was Robert Krakkelstein en we gaan dadelijk nog meer van hem horen. En het slot van de uitzending krijgt hij een ruime kwartier de tijd om te laten zien en horen wat hij allemaal kan.